Spileers. Van Aken. Spileers opnieuw. Waarom niet trappen? Jorne Spileers. Ja, kijk eens aan. De voorsprong voor Club Brugge komt er uit onverwachte hoek. Jorne Spileers met zijn eerste voor Club Brugge. Goed gedaan, hè? Centrale verdediger. Al voetballend vrijgespeeld. En dan de plaatsbal voor de centrale verdediger van op 20 meter is gewoon prachtig gedaan. Tegen Westerlo had Van Aken ook 3 kopkansen. Toch ja. Zeker 2. Ja, ja. En hier nog eentje zit. En nu zit hij er wel in. Voilà, op bestelling. Hans Van Aken met een ja, toch best deugddoende 2-0 dubbele voorsprong voor Club. Ja, moest er Kee van komen. Normaal gezien scoort hij makkelijk met het hoofd. Het is een wonder dat hij daar helemaal alleen staat. En dan kan hij deze bal, een goede hoekschop van Nusa. Onjedika Vetlessen. Thiago Vetlessen. Hier is Club. Skovolsen. Goed gelopen. Skovolsen. Jawel. 3-0. Waar gaat het plots snel? En Andreas Skovolsen heeft ook zijn doelpuntje beet. Mooi gedaan. Randje buiten spel. Maar goed, er is geen VAR. Dus het doelpunt staat. En Club Brugge nu wel op een comfortabele 3-0. En ik denk, nee, geen buitenspel. Nee, absoluut niet. Goeie bal van Vetlessen. Kreeg hij terug van Thiago. En dan als het snel gaat, ja, dan die doelman gaat liggen. De Kuiper. De Kuiper. Opnieuw De Kuiper. Maxime De Kuiper moe trappen, gaat liggen. Strafschop Club Brugge. Prima actie van De Kuiper, zoals we hem kennen. Centrale verdediger. Ik denk wel dat hij de bal heeft, eerlijk gezegd. Of wat misschien wat meer meeval gehad. Thiago. Derde goal voor Club Brugge. Voor Igor Thiago. Eerste in Europa. Maar hij is goed vertrokken in zijn eerste weken bij de club. En hij zet Club Brugge op 4-0. De mensen gaan massaal naar binnen. Mark, het is tijd om te gaan rusten. Volgende aanval van de Harvey Willard. Hier in het centrum de tik en de goal. Ja, voilà, daar is het doelpunt van Harvey Willard. De Engelsman scoort. Kijk eens, 4 tegen 4 daar in de 16 meter. En dan zijn ze toch niet bij de les. Nee. Die van Club. De Kuiper. De Kuiper kijkt. En vindt Yaremchuk. Ja, hij heeft de prijs. Hij heeft hem beet. En of dat het deugd doet voor Roma Yaremchuk. En kijk, iedereen recht. En Mark, je moet zeggen, we hebben er lang op moeten wachten van oktober vorig jaar. Eindelijk nog eens een doelpunt. Want het is wel mooi afgewerkt. Ja, de moeilijkste maakt hij. Ja. Fantastische voorzet van De Kuiper. Goed gelopen, goed meegegeven van Nusa. En dan eerst in de rug van zijn centrale verdediger. En dan tof voorkomen. Ja, ja. En dan binnenkant links. Ja, niet makkelijk. Nee, maar zonder nadenken. Ja, ja, maar je zag het in het blazen van zijn wangen. Dat het ja, lekker is. En hij voelt de steun van het publiek. Ja, en ja, dat is mooi. Dat is ook goed. Dat het publiek blijft voelen van oké, dit is een goede speler. Buchanan, als hij uit de 16 gaat en als hij terugkeert, is het gedaan. Hij gaat nog de actie maken. Maar nee, het is afgelopen. Club Brugge wint met 5-1 van Aku Reiri en doet wat het moet doen. Maakt de terugwedstrijd overbodig. En misschien wel het belangrijkste, Mark, is daarnet gebeurd. Roman Yaremchuk heeft gescoord. Ja, ik zal dat alleszins als club zijn en als Yaremchuk zijn zeker meepakken. En voor de bouwen.